Hey ukulele fans! Leuk dat je er weer bent en dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video van mij. Mijn naam is Evelyn en ik ga je vandaag Four Seasons in One Day leren. Oké, Crowded House, daar gaat ie. Het zijn 10 akkoorden die we gaan spelen en ik neem eerst even met je de akkoorden door. Nou, het eerste akkoord wat je dadelijk tegenkomt is de A mineur. Dan speel je de G. Daarna de C. Dan de D mineur. En dan een D mineur 6. En dan hou je eigenlijk de hele stand van je hand en je zet je pink erbij op het tweede vakje van de onderste snaar. Dan krijg je de D mineur 6. Dan gaan we op een gegeven moment een keertje naar de F. Het zijn 11 akkoorden zie ik nou ineens. We gaan de E mineur doen. Ik pak de E mineur eigenlijk vol. Je kunt hem gewoon zo pakken. Wat bedoel ik met vol? Dan bedoel ik dat ik alle snaren gebruik en dan wissel ik eigenlijk de ringvinger en de pink om. Waardoor je, zie je ook dat de stand van mijn hand een klein beetje verandert. Hier heb ik wat ruimte tussen mijn hals en mijn hand. En hier, als ik hem dus echt vol, volledig maak, dan drukt de duim van mijn hand drukt tegen de achterkant van de hals aan. Dan heb je een E mineur. Ik vind dat zelf een klein beetje een mooiere klank. Met al die akkoorden gaan we zo dadelijk aan de slag. Dan kom je in het refrein en dan speel je eerst eens, als je weer een F, die hebben we net gehad. Dan speel je een F ad 9, addition 9. Nou ja, wat het eigenlijk betekent voor ons is dat je juist een vinger loslaat. Je laat alleen maar de wijsvinger staan op het eerste vakje van je derde snaar, G, C, E snaar. En dan gaan we naar de G-sus 2. Die wordt dadelijk in combinatie met de G gespeeld. De G-sus 2. Nou ja, als je eigenlijk een G neerzet en je zou dan op dat moment je middelvinger optillen, dan heb je de G-sus 2. En zo kun je hem straks ook echt gewoon neerzetten. Zet gewoon eerst je wijsvinger neer, je ringvinger. En daarna komt die middelvinger er pas tussen als je de G gaat maken. Dan hebben we een setje dat we de A mineur spelen. Nou, die heb je natuurlijk al gehad. Maar dan spelen we een B in de A mineur. Kijk, even om even uit te leggen. Je hebt, dit is de G, de C, de E, de A snaar. Als ik dan hier omhoog ga tellen, het eerste vakje naar de A, hè, dan krijg je de B-toon. En dan krijg je daarna de B-toon. Dus ik moet die toon, die moet ik bij de A mineur toe gaan voegen. Nou, dus ik maak eerst een A mineur met mijn middelvinger. En ik gebruik zelf mijn ringvinger dan op het tweede vakje van de onderste snaar, van die A-snaar dus. En dat wordt dus een B, dus dan heb je een A met een B erin. Dat is ook een mooi effect eigenlijk. Nou, dan krijgen we de E. En dat is een vreemde eend in de bijt, want die krijg je maar één keer dat je die moet spelen. We gaan aan de slag. Oké, we spelen hier een paar coupletjes en een paar refreintjes. En dan hebben we ook nog een instrumentaal. Nou, kind kan de was doen en zijn we al klaar. Goed, waar beginnen we mee? We beginnen met de A mineur. 1, 2, naar de G, 4 en C, 2. Ja, dus daar beginnen we mee te spelen met de A mineur. Four seasons in one day. A mineur, G, C. Dan ga je naar die C en je speelt alles twee tellen, merk je dat? 1, 2, 1. D mineur, D mineur 6. En dan krijgen we eigenlijk een herhaling van het eerste stuk. Maar weet je, laten we die eerste twee regeltjes maar spelen. Gaat die 1, 2, 3, 4 en A mineur, 2, G, 4 en C, 2 en D mineur en D mineur 6. En ja, die laatste D mineur 6 mag je maat spelen. En dan gaan we naar de A mineur weer. En G en C. Dus A mineur 2 tellen, G 2 tellen, C 2 tellen. Dan ga je naar de D mineur 2 tellen. Dan maak je die D mineur 6 met die pink erbij. Die speel je in maat. En dat doe je bij het volgende regeltje ook zo. En als je die in maat gespeeld hebt, dan ga je naar de F. Die speel je ook in maat. Dan zitten we op het stukje van over the domain. En dan even when you're feeling warm. Dan ga je van de E mineur ga je naar de F. Even when you're feeling warm. Dat de E mineur 1 maat was en de F ook 1 maat, krijg je het volgende regeltje. Weer een E mineur en nu gaan we naar de D mineur. 1, 2, 3, 4, dan gaan we naar de G. Seasons in
Een stukje terughalen. Dus wat deden we? We deden een maat E mineur, we deden een maat F, weer een maat E mineur, dan een maat D mineur, omdat je dan een iets andere klank krijgt dan een maat G. En dan splitsen we die C en die G die we nu gaan spelen weer in één maat, dus twee tellen C en G en A mineur. Want dan komt het volgende couplet eigenlijk weer. Smiling as the shit comes down. Oké, nou, dat gaat dan weer op dezelfde manier eigenlijk. En zit daar dan nog een verandering in? Ja, een kleine wijziging op het einde. In plaats van wat we nu net deden, after, over de domain, dan krijg je daarna even when you're feeling warm, dan krijg je die E mineur F, E mineur D mineur. Nou, dat wordt zo dadelijk, niet twee, maar drie regeltjes worden dat. Dan spelen we E mineur F, E mineur D mineur, E mineur F. En dan ga je pas naar het laatste regeltje van Four Seasons in One Day. Dat je dus G, One Day, C en G. Ja, en dat spelen we dan eigenlijk helemaal dat stukje hetzelfde. Dus in het couplet 2 even samenvattend, heb je dus in plaats van twee regeltjes, bijna op het einde speel je drie van die regeltjes. Dan gaan we naar het refrein toe. En dat refrein, dat begin ik met een F. Oké, wat doen we hier? We spelen twee tellen de F. Dan til je je middelvinger op, krijg je die F at 9. Dus eigenlijk, hè, super simpel weer. Hè? Je wil is gewoon zo makkelijk. En dan naar de C. 2, 3, 4. Ja? Dus van de F naar de F at 9 naar de C. Dan komt die G zus 2. Dus... ja, probeer alsof je een G wil maken, maar zet de middelvinger niet neer. Krijg je ook weer twee tellen G zus 2, twee tellen de G. En dan ga je naar de A mineur en A mineur met de B. Dat is eigenlijk het hele regeltje, dus ik doe het regeltje nog een keer, daar gaat hij. 3, 4 en F, 2, F op 9 en C. Afwijkend. Hè? De eerste regel zijn er meer variaties. In die tweede regel blijf je dus op die G hangen. En eigenlijk wat je dan heel mooi kunt doen, maar straks kijken we even naar ja, hoe je het een beetje interessant kunt spelen. Four seasons in one day. Zoiets zou je dan kunnen maken zo dadelijk. Dus die G één keer spelen. En dan daarna naar de A mineur. Ja? Goed. Zullen we eens even een coupletje en een refreintje doen? En dan gaan we daarna naar het instrumentaal. Of zullen we gewoon eerst het instrumentaal? We doen het eerst het instrumentaal. De meeste stemmen gelden, ik hoorde jullie allemaal roepen. Ja, doen we eerst het instrumentaal. Nou goed, in ieder geval, wat hebben we daar? 1, 2, 3, 4 en C. 3 akkoorden van dit instrumentale stuk zijn eigenlijk alweer de eerste akkoorden van een normaal couplet. En ja, die zangers van Crowded House die beginnen dan eigenlijk te zingen op het tweede regeltje. Doesn't pay to make predictions. En hè, als je dan naar die andere twee coupletjes kijkt, dan zie je dat het muzikaal gezien zeg maar, het tweede regeltje is van het couplet. Goed, wat zit daarvoor? Nou, A mineur, G, C, D mineur, D mineur 6 en F en 1, 2, 3, 4. Dus wat doe ik daar nou eigenlijk? Ik hoop dat ik daar wel consequent in ben, want ik merk dat ik zelf een beetje, als ik met het origineel meespeel, gewoon met hun doe en dan zelf, dan maak ik er iets van. Ik heb twee tellen A mineur, twee tellen G. C, D mineur ook twee tellen, D mineur 6 twee tellen. Ja, daar maak ik er al 4 van. F,
C, die zijn steeds twee tellen. Dus wat doe ik daar? Pin me er niet op vast. Misschien doe ik het niet helemaal goed. Maar ik speel A minuut 2 tellen, G 2 tellen, C 2 tellen, D minuut 2 tellen. En dan ga ik ineens de D minuut 6 4 tellen doen. Ik weet niet helemaal zeker of dat goed is. De F doe ik 4 tellen. En bij die E, omdat het dus een afwijkend akkoord is binnen deze hele toonsoort, moet je daar eigenlijk een crescendo van maken. Dus die mag een beetje opzwellen, zeg maar. Een beetje... Als je een beetje naar achter gaat, dan krijg je ook nog meer effect. Wel nee. Maar goed, en dan ga je weer naar die A mineur 2 tellen, G 2 tellen en C 2 tellen. En dan krijg je het couplet. Bij dit couplet hebben we een kleine wijziging in het ritme, want na het eerste regeltje... Sleeping. Die D mineur 6, dus de D mineur... Het zijn allebei twee tellen. En dan ga je meteen naar sleeping in unable. En dat is natuurlijk in het begin is dat anders. Daar zit een stukje meer rust in. En hier, ja, dat is een beetje afwijkend in het nummer. Doesn't pay to make predictions. Sleeping on an unable. Finding out wherever there is time for that. Hier hang je wel aan. Bijvoorbeeld de teksten ergens hebben opgezocht en uitgeprint hebben. Je ziet dus dat in het eerste couplet, dan hebben we dat die E mineur F, weet je wel. Die melodie, die komt dan twee keer voor. In het tweede couplet komt die drie keer voor. En in het laatste couplet komt die maar één keer voor. Oké, dus hier heb je één zinnetje. Ja. En dan ga je dan meteen naar... Like four seasons in. Is die klaar? Zullen we samen even spelen? Ik ga dan met jou coupletje 2 doen en het refrein en dan stop ik hem daarna. Gewoon om hem even te voelen. Ik ga binnenkort ook het hele nummer erop zetten, dus kun je lekker meespelen. Maar even voor nu. 1, 2, 3, 4 en smiling as the ship comes down. Die al zeg maar heel makkelijk de rechterhand kunnen spelen, die zijn eigenlijk nu klaar. Wat doe je nou met die rechterhand? Ja, het is eigenlijk in achtste spelen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. En wat doe ik af en toe tussendoor? Af en toe doe ik een... Ja, kijk, ik maak er eigenlijk een roll van. Dat hoef je op zich niet te kennen, maar het is natuurlijk wel leuk als je het kunt. Maar 1, 2, 1, 2. En doe ik alweer. Hoor je dat ik af en toe, als ik wissel van akkoord, dan doe ik 1, 2. Dus neer, 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 neer. Dus ik doe een opje er tussendoor, eigenlijk heel snel. Anders maar, je kunt er een opje tussen spelen. Dan zit je ongeveer goed. Hey, weet je wat je moet doen? Als je dit nummer gaat spelen, werk dan een beetje met die dynamiek. Luister, hè, natuurlijk voordat je dit gaat doen, altijd eerst naar het origineel. Luister, hoe hebben ze die nou eigenlijk gezongen? Origineel is trouwens een andere toonsoort, is een beetje lager en is voor mijn stem veel te laag.
Dus en ja, ik hoop dat, omdat jij altijd kijkt naar mij, hoop ik dat je een beetje dezelfde toonsoort hebt. Dus een beetje hoger, maar je kunt natuurlijk wel luisteren van, nou, wat gebeurt er nou eigenlijk in dat lied? Of zet hem op de computer hoger, dat je een beetje mee kan spelen. Krijg je zo'n piepstemmetje, maar bij jou het schelen verder. En dan hoor je dus wat er in het hele ritme eigenlijk gebeurt. En wanneer je dus op een gegeven moment een beetje stil moet hangen, wanneer je die... die eerste tel even moet laten uitklinken. En die overgang, hè, dan heb je eigenlijk bij het instrumentale gedeelte. Dat kun je elke keer doen als die zo uitgespeeld wordt. Bij het refrein volgens mij, bij de A mineur. Four seasons in one day. Four seasons in one day. En dan ga je naar die A mineur, G en C. En hoe doe je dat? Hè? Tokkel je. Eerst alles. Dan de wijsvinger. En dan de onderste twee. En weer terug naar die wijsvinger. Dus alles, wijs. Onderste twee, wijs. Alles. En C. Nog een keer A mineur. Heel veel ballads komt dit... tokkelpatroontje terug. Dus het is best een leuke om jezelf een beetje eigen te maken. Maar weet je, als je hem hier niet speelt omdat je nu zoiets hebt van, oh, maar ik vind het een leuk lied, maar dat vind ik te lastig, sla je het gewoon over. Dat kan allemaal. Oké, lieve dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben aan het einde gekomen van deze les. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik vind altijd, dit nummer doet me altijd iets. Het heeft me, vind ik een gaaf nummer. En ik hoop jij ook. En als je het dan leuk vond, wil je me alsjeblieft steunen door een duimpje te geven en te abonneren. Want hoe groter mijn kanaal wordt, hoe beter ik jou weer kan helpen met nieuwe liedjes. Nou, ik hoop dus dat je dat doet en dat je er plezier op gehad. En ik zie je graag de volgende keer weer. Tot dan, hè. Doei!